En het Meester Koen Oofsplein aan de Benjaminstraat zal voor de komende twee weken gesloten zijn. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, is vandaag gestart met rehabilitatiewerkzaamheden op het plein, omdat deze bij grote regenbuien onder water loopt. Het kabinet van de First Lady heeft extra aandacht gevraagd voor het milieu en kindvriendelijk maken van het plein, zegt Raul Suedo, hoofdvoorlichter van OWTNC. De afdeling wegen en ontwatering is belast met het maken van een buizennet dat overtollig water zal afvoeren naar een gesloten riolering. SWEDO heeft gevraagd het plein voor de veiligheid van de kinderen tijdens de werkzaamheden af te sluiten. Wat er ook gebeurd is, is dat wij dus hebben gevraagd het plein gedurende de werkzaamheden af te sluiten. Omdat het... Uh, Inderdaad, het gaat om werkzaamheden waarbij er gegraven wordt. Er lopen putten die open zijn. En u weet, met kinderen heb je, niet, heb je geen ogen genoeg, begrijpt u? Waardoor wij, uh, om alles veilig te stellen, gevraagd hebben dat wij dus de twee weken de kinderen een beetje zullen onthouden van, de plein. van het plein. Sorry. Swedo zegt verder dat zijn ministerie een taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van de bouw- en milieupolitie en het Korps Politie Suriname heeft geïnstalleerd. De werkgroep moet toezien op de naleving van de regels bij bouwactiviteiten en ervoor waken dat de samenleving zich niet schuldig maakt aan milieuvervuiling. De, de uh, taskforce die staat er klaar voor om hard tegen dit soort mensen uh, op te treden. En... Wat men mag weten is dat je dus aangemaand wordt door deze organisatie en als je je niet aan de regels houdt, dat er inderdaad boetes uh, zullen volgen. Waarom de justitie van politie erbij, waarom uh, justitie, de politie sorry, erbij is, is omdat wij dus vaker in het veld hebben gemerkt dat wanneer onze mannen in het veld werken, dat er ook agressieve mensen zijn. U weet, het gaat van mentaliteit tot mentaliteit. Niet iedereen begrijpt waarvoor je daar staat en de mensen zeker wel agressief terug willen reageren naar onze medewerkers toe. En uh, aan de hand daarvan zijn er dus uh, tussen de twee ministers afstemming geweest. Ministers van, minister Miranda en minister Welzijn, die dus waarnemend is van justitie. En uh, deze twee organisaties hebben ervoor gezorgd dat we dan een sterk team in het veld sturen. Zodat ook mensen die zich niet uh, gedragen, dan ter plaatse door de politie gelijk aangepakt worden. Als u het nu weet, weet u het nu. Ook al zou u eigenlijk... Een hondenhok op uw erf bouwen, moet u een vergunning aanvragen. Raoul Svedo, hoofdvoorlichter van het ministerie van OWTNC. We spraken hem in verband met de ontwateringswerkzaamheden bij het Meester koen Oostplein aan de Benjaminstraat. Het plein zal daarom voor de komende twee weken gesloten zijn.